Hoi beste kijkers van Gewoon NL Gaming, ik ben Michael en dit is weer een nieuwe aflevering van Dual Survival. Ik heb hier voor me staat Chantal. Hoi Chantal. Hoi. De laatste keer waren wij hier, hadden wij de aflevering hier afgesloten. Het was het geloof ik donker. En ja, we gaan denk ik maar verder. Hè. Moet je niet even vertellen dat ik nou weer opneem? Ja, Chantal die neemt deze keer weer even op. En wie weet de volgende keer ik weer. Ja, als je computer nou eindelijk eens een keer mee zou werken. Ja. Maar wat gaan we van vandaag doen eigenlijk? Ik denk even de map verkennen of zo een stuk. Oké. En we hebben wel suiker hier toch, of niet? Ik weet niet, volgens mij hadden we dat wel, ja. Oké. Eerst achterom kijken of er een clipje staat. Ik zag wel wat suikerriet in de kist staan, dus maar een klein beetje. Maar we hebben geen water, toch? Nou, ik denk als je bij die boom helemaal een eindje verderop gaat, dat je al bij water komt, denk ik. Volgens mij wel. En bij de farm hebben we ook water, hè, Ja, dat is waar. dus daar kunnen we ook wel water afhalen. En daarboven op die berg achter ons huis, zeg maar naast ons huis, zit ook water, hè? Oké. Dus. Ook laafwater of zo. Ja, dat is een stukje aan de andere kant op. Dat is vlakbij de toren bovenin. Oké. Hou je me bij of niet? Ja, ik loop gewoon achter je aan in plaats van sprinten. Oh ja, oh, dit is water. Oeps. Ik neem aan dat jij gewoon rechtop blijft lopen. Ja, dat was ik wel van plan. Alleen kijk uit, want deze texture pack, jij gebruikt dezelfde als mij nou, toch? Ja, ik heb die Fateful pack heb ik aanstaan. Je hebt die Vapor. Ja, ik heb die andere aanstaan, maar mijn water is niet echt zichtbaar of zo. Ja, heb je Nee. bij Optifine wel doorzichtig water aangezet dan? Is goed Dat staat weet ik. die aandeel. Die staat aan bij mij, toch? Ik denk het wel. Nou, jij hebt dat al gedaan. Nee, ik heb wel eens volledig gezet bij jou, dus zo goed zijn. Ik kan in ieder geval erin kijken. Aan je pek liggen misschien. Ik denk het. Maar het wordt alweer donker. Hè? Meen je niet, hè? Even kijken, dus Ik ben je al kwijt. Oh, je zet gewoon naast me. we kunnen net gewoon beter één kant op lopen. Gewoon rechtdoor. Ja. Maar als we doodgaan, verliezen we maar wat spullen. Als we doodgaan, zijn we de eerste keer in een hele aflevering. En dat is op de zevende die we opnemen, dus dan valt nog mee. Officieel eigenlijk de achtste, maar die, ja, die was gecrashed. Ik weet niet eens meer welke aflevering dat was, die helemaal weg was. Dat was aflevering. Al schiet je me lek, ik weet het niet meer. Dacht even, ik zie een village, maar. Als dat zo is, hè, dan leg ik een pad aan naar huis, hè, dat je het even weet. Ik denk de woestijn, denk ik. Ik weet niet. Ja, daar rechts. Oh ja, fijn. We hebben echt een fijne map, Mike. Echt. Ik zie een village. Ja, waar? Echt voor ons. Ja, mijn map die laat. Er zat er een ender ding. Wat? Hi. Zie Waar? je dat gat daar in die berg? Wat Ja. waarom? Rechts Bij van die mij. villagers. Ah, ik zie hem al staan. Ik kijk hem niet aan, ik vind hem eng. Zombie. Oh, een zombie! Oh, ik heb te weinig blokken bij. Als kon ik die enemy misschien nog verslaan. Hi, waar ben jij? Oh, jij staat gewoon fucking voor me, echt. Oh, ik zoek jou. Ik wil die enderman niet aanraken. Je moet even doorlopen zodat ik hem ga proberen. Skeleton, creepers, alles. Nee, ik heb geen boog bij trouwens. Hè. Ik weet niet wat de skeleton gaat doen, maar hij volgt je. Volgt hij mij? Ja. Ik ga naar huis in. Nou niet meer, denk Ik hoor iets. ik. Ja, dat zou ook. Ik kom je zo kom je ja, zo straks wel tegen, denk Ja, ik ga een huisje in. Zoek hem eruit. Dicht. Kst. Nee, ik wil niet ruilen. Ik wil dat deurtje dicht. Idioot.
Hi. Kijk, als ik zandblokken maak, of zandsteen doe, zijn er 5. Mike, maar is het nou niet handig dat we iets terug naar huis zeg maar neerleggen, zodat we weten waar die filletjes zit? Het zal iets een kind onthouden, denk ik. We zijn één kant opgelopen, dus we zouden op zich... In principe is het alleen maar één stuk rechtdoor. Zit je kant in mij? Nee, mooi zo. Ik weet niet waar jij bent hoor, maar... Oh, ik ben steeds waar die Enderman zit. Oh, ik zit in een huisje. Ik ben aan het bouwen hier, zo ik hem kan vechten. Zeg. Ik zag jou, ik zie jouw naam. Wacht, heb ik aarde bij? Ik kom op vast. Oh, hier is aarde. Deze is zwart hoor. Ik kom hier hoor. Ik zie jou. Oké, en dan gaat er ook niet aan. Ja, een creep. Nee, dat was een ender. Achter je, dat hij nou. Pak hem, hij is dood. Is er een zwart omwisselen? Nou, we hebben één... Enderpearl, en die skaters die liepen zichzelf dood aan die cactus. Nou mooi zo, daar hebben wij geen last meer van. Ik zie jou! We kregen geen pijn. Heel veel zombies in. Ook een zombie village. Okay. Ik weet niet of je hen kan opsluiten in de hekken zeg maar. En die villages toch, die kun je toch genezen ofzo? Ja, maar daar hebben drankjes voor nodig. Ja, daar zijn we nog niet echt aan toe of zo, hè? Maar dan hebben we toch wel ons eerste filmpje gevonden. Goh. Ja, ik weet dus niet of je die zombie kan opsluiten. Net zo bij dieren, zeg maar, weet je wel. Dat je een hek omheen plaatst dat het spel dat we opslaan. Dat weet ik dus ook niet. Ik denk dat het alleen bij dieren werkt. Michael, spin. Achter het huis. Loop nou het huis op. Kom naar jouw kant op en kom nou van het dak af. Ik heb een spin gedood. Ik weet niet of jij die bedoelde. Ja, die bedoelde ik. Ik sta hier gewoon veilig in het huis. Even kijken, wat zit hier? Niks. Okay. Hier zit wel een mooi eten hier. Ja, dan moeten we meenemen, hè. Oh mijn god. Ik ga die zon niet aanmaken. Nee. Ik ga die deur dicht doen. Die zon die loopt gewoon het huis. Ah. Weet je hoeveel zombies er zijn, man? Er zijn wel. Maar zombies zien er eigenlijk best wel grappig uit, deze texture pack. Lijkt net teddyberen. Geen idee. Jawel, je hebt die gisteren ook mee. Jij hebt hier toch gisteren ook mee gespeeld met deze texture pack? Ja, maar kijk, ik heb niet alles gezien. Hé, hey, hier zitten boeken. Ja, ik neem uw boeken mee, sorry meneer. Zo, hier is een spin. Ik moet even kijken of die hekken hier niet staan, hoor. Die omheining zeg maar. Nee. Nee, dan gaat hij maar dood aan. Ik vind dat toch nog niks. Why are you killing him? Maar we kunnen wel lichten in die huizen zetten. Ja, hier is wel licht in dit huis. Oh, dat was... want het was best een grote kans dat in de meeste geen toortjes zitten. Dat daar dan zombies in die huizen spannen. Maar ik heb niet zoveel fakkels bij. Michael, sla die zombie hier zo. Ja, nou is die villager vermoord. Ik weet niet waar jij bent. Ik ben in een huis. Ja, dat vind ik allemaal. Ik zit vast. Ja, ik zie jou wel hoor. Ja, ja. Had je de deur wel dicht gedaan? Hè? Ja, maar ik wil naar binnen rennen. Serieus, ga je niet zwemmen? Zap. God. Stom ding. Ga dood, als ik het zeg. Ik weet, Michael, weet je nog de eerste keer toen in Minecraft, weet je wel, op de dingen was het toen, op de PlayStation? Nou, wat dan? Toen ik heel de die dingen, die putten kapot maakte. Ja, dat weet ik nog wel.
Wat moet je niet doen? Ja, waarom niet? Ik snap er helemaal niks van. Oh god, er staat er een heks. Wacht, kom zo even die krippen halen. Ja. Waar? Hier, oh, wacht. Lopen ze achter me aan? Nee. Daar zo. Oh ja, ik zie het al. Bij mij lijkt ze op een Lego poppetje. Wat er is skeleton gewoon. Ja, ik zie ze ook. Er zijn er best veel van. Skeleton party. Kijk, ze is ook die heks. Ja. Ik heb geen eten. Oh, ik heb wel eten. Moet ik niet geraakt worden of wachten tot bijna licht is? Dat kunnen we wel wachten tot bijna licht is. Hebben we minder kans dat zombies achter ons aankomen als we die heks helemaal proberen. Komen er twee aan hier zo. Kill you! Dood! Oh, auw. Dat was niet de bedoeling! Go die. Ik zie een spider. Nou, kom, er zijn heel veel zombies in de dorp. Je hebt dood! Ik ben jou kwijt. Ja, ik ben bij de dorp met de zombies. Oh, en een creeper. Dat was een spider. Ik val hard met time. Er zit een creeper in. Dit is kloppen! Ah, ik heb het huis opgeblazen. En er zit er nog een. Die is nog bij mij. Ik hoor hem. Schat is weg. Gelukkig heb ik een tweede zwart meegenomen. Moet ik dat huis even afmaken? Zand, gans, gat, zandsteen, steen. Ik maak een beetje hier zijn huis. Ik maak wel van aarde. Ik heb net buiten staan. Ja? Zeg je hier die veeltje beschermd? Oh ja, ik moet wel even bezig met het huis afmaken eigenlijk. En ik nou gezien met het licht. Maar nou is het toch niet meer nodig? Dan kunnen nog zombies zijn. Waar is de wijf? Waar is al wijf? Hey. Wacht even, ik kan ook dingen gebruiken. Kopjes. Michael? Dat was niet vrouwvriendelijk. Hi! Ze mij natuurlijk. Ja hoor. Moet ik je helpen? Moet je zelf weten. Oh, ik heb een andere. Goed, je zit in het zand. Auw. Don't shoot me! Ga nou eens even de pijp uit. Auw. Wat heb je allemaal? I don't know. Ik weet dat ik auw heb. Dan moet je even kijken wat je hebt. Hè? Ik heb... Auw. Ik heb helemaal niks. Huh? Terwijl ik toch echt 100% zeker weet dat ik een drankje oppakte. Of ben ik nou gewoon zo blind? Ik heb hier een velletje die verkoopt een boekenkast voor 3 emeralds. Zal ik wel zeggen, ik heb geen boekenkast. Ik kan wel een boekenkast maken. Die loopt nou naar buiten, ze witte kleding. Oh, ik zie hem. Ik kan wel even een boekenkast maken. Ik weet niet heel wat dit voor hem precies is. Slagen ofzo. Ja, tuurlijk. Ik heb er hier eentje die wil een ijzeren bel met 4 emeralds en dan krijg je een ijzeren bel met een betovering erop. Eén boekenkast zei jij toch? Mike, één boekenkast toch? Nee, 3 emeralds voor één boekenkast. Oh, ik dacht dat je zei één boekenkast voor een emerald. Nou, ik heb hier de 13e wol en dan krijg je een emerald. Oh, sorry, ik heb geen wol bij. Die is wel handig als we schapen kunnen hebben. Deze die geeft kip voor 1 emerald. I see cow. Kom er even binnen. Ik ben even wit hout aan het hakken. Die geeft brood voor 1 emerald. Als het andersom was. Dan was het makkelijk. Had je gewoon brood gemaakt. Huis maar zo meteen maken. Ik zie hier 2 pijlen en een bot. Oké. Ik vind die huizen niet zo eigenlijk hoor. Nee. Steenhuisjes.
Heb jij een shovel bij? Ja. Anders doen we even die plunderen. Dit dorp is nou niet echt waar je zegt, jee, hier word je vrolijk van. Nee, of we moeten maar bouwen. Ja, maar als jij dat... Als je die deur maar niet sloopt. Dan wij te villagers zijn. Daarom. Het schijnt, als je meerdere deuren plaatst dichtbij waar hun zitten, zeg maar, die villagers. Ja. Daar gaan ze meer maken, maar ik heb het zo vaak getest bij mij werkte. Is het enige wat ze hadden? Enige farm? Yep. Nou. Dan ga ik nou terug hoor. Ja, je moet wel onthouden waar we zitten. Hè? Ja, anders moet je even iets van... Wacht, ik weet al waar zaten ze. Hé, kan je geen slip... Heb je iets van een fakkel bij? Ja, ik heb al. Oh, fuck. Kun je even... Wacht even hoor. Ik zie wel, je kan wel slaps maken van zo'n steen. Ik dacht al. Serieus? Ja. Mag ik even 3 fakkels? Oh nee, 2, sorry. Ja. Moet hier bovenaan. 36. Hebben we iets aan cactussen? Ja, die kan handig zijn als je die meeneemt. Ja, ik ben al een paar aan het omhakken. Kunnen we vallen van maken. Want die mobs die soms ontwijken ze die dingen niet. Ja, dan zijn ze wel dom. Ik loop alvast terug hoor, ik weet niet wat jij doet. Wij gaan misschien even snel die veldjes verder afbouwen ofzo. Ja. Die muur die kapot is. Kun je doen. Een kiep! Ik denk zodra we terug zijn dat we toch weer de aflevering kunnen afsluiten, denk ik. Nou, we zijn al bijna 18 minuten bezig. Nee, we zijn al 18 minuten bezig. Bij mij staat je op 17. Ja, maar ik begon eerder me opnemen, hè. Ja. Wat, heb ik een aardappel? Ja, ik heb een aardappel. Oh ja, ik heb er ook een paar. Water! Hij doet water. Ik heb niet genoeg. Echt, waarom zit hier zoveel kippen? Wat is? Zombie, joh. Wat? Is het licht of zo daar? Die veeltje wordt helemaal gek. Hè? Nee, dat snap ik. Oh fuck, ik moet eten. Ik dacht, ik heb wel een tweede schep bij, zeg. Dat is wel zo. Ja, ik ben er niet meer. Ik ben bijna thuis, volgens mij. Dus ik kan je niet helpen met een schep. Zo, het huis is dicht. Ja, er waren 2 kapot, hè? Dat weet je. 2? Oh. Ja, ik had er ook 1 op laten blazen. Ja, welke is dat dan? Naast die van jou, volgens mij. Waar die fakkels staan of zo. Die paal. Nee, de andere kant op. Oh. Als hier zo'n fakkel vanaf geval, ik weet niet waarom. Het regent hier. Oh. Dat kan ik niet zien natuurlijk, want ik zit in de hoeksteen. Dat bedoel ik ben ons huis kwijt. Serieus. Ja, je weet hoe ik ben altijd... Ik zie die... We kwamen toch langs een lavapool? Ja. Oké, dan zit ik nou goed. Als het goed is. Je moet maar 1 kant op lopen. Ja, maar je weet hoe ik ben. Ik loop altijd 1000 kanten op. Nou, dit is niet ons huis. Even, ik ben een fakkels aan het plaatsen bij die huisjes. Kunnen ze, hoop ik, niet binnenspannen. Dat meen je niet, hè? Een fakkel. Deze kan weg. Oké, ik ga janken. Zo heb ik het niet gevonden. Ik kan ons huis niet meer vinden. Geweldig. Nee. Wat is dit dan? Ik zie een vloer die ik niet herken. Au, fuck. Eten is ook bijna op.
Is eten bijna op? Nou, ik heb geen eten meer bij en ik kan dus ook niet meer rennen. Wat is dit dan wat ze hebben? Ben ik? Serieus? Ik ben al bij allemaal pompoenen. Huh? Echt, ken ik niet. Nee, ik ook niet. Maar ik weet echt niet meer waar ons huis is. Maar dan zal het wel tijd zijn om af te sluiten dan. We moeten misschien in de volgende aflevering de weg terugzoeken. Of ik laat me gewoon dood. Oh, ik kan niet veel zwemmen. Maar dan nemen we apart. Dan nemen we apart. Ja. Wat gaan we doen? Heb ik hier iets? Wat zei je? Ik zei van dan zeggen we apart doei. Nou kijk eens, dit was weer een aflevering van Duo Minecraft. Met Michael, dat ben ik dan. En Chantal natuurlijk, die de weg kwijt is. Ik wou het net zeggen. De volgende keer zullen wij de weg terug naar huis vinden. Ik hoop dat ik het eerder zal vinden dat ik dan de coördinaten kan doorgeven. Hoef mij gewoon stiekem kan tp'en, hè? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, oudoe.